We zijn in speeltuin het noorden en ja, er staat hier een circus tent voor ons. En wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Ja, wij zijn basisschool De Fontein en elk jaar hebben wij een groot zomerfeest. We hebben dat jaren in onze school gedaan, maar ons leerlingaantal groeit en we passen gewoon niet meer in de school. Daarom hebben we besloten om er een grote act van te maken aan het eind van het jaar. De kinderen hebben tijdens de VDA-uren gewerkt met artiesten om de circus act te oefenen. VDA-uren? Dat zijn de uren in verlengde schooltijd waarin taal aangeboden wordt, extra sportmomenten, talentontwikkeling zit daarin. Nou, een van de dingen bij ons was circus afgelopen jaar. Hele jaar gewerkt aan Circus Act en nu laten ze dat in de grote tent zien aan de ouders en de buurtbewoners en iedereen die het leuk vond om te komen kijken. Imagine a place you can always escape to, an island off the coast of nowhere, a new destination of your own creation is waiting to choose to go there. Blue treetops and velvet skies, blue, ready to blow your mind. Ooh. Waarom een circus? Dat was het thema, wereldcircus. We hebben dat ook gelijk gekoppeld aan aardrijkskunde. Van waar komen al die artiesten vandaan? Wat voor artiesten heb je in welke landen? Hoe zijn ze hierheen gereisd? En zo hebben de kinderen met elkaar van alles over het circus gedaan en er een heel mooi product van gemaakt. Nou, want er zijn ook echt serieuze artiesten, hè, die uit andere landen komen, die meegedaan hebben. Kan je daar eens over vertellen? Nou, dat zijn twee artiesten die komen oorspronkelijk uit Kenia. En zij geven deze workshops en ze hebben dus het hele jaar eigenlijk met ons meegedaan. En zij, al het geld wat ze verdienen, schenken ze aan een kinderterhuis en aan een gemeenschap in Kenia. En door alles wat ze nu ook hier verdienen, en er staat ook een pot met geld om nog extra in te doen, daarvoor kunnen zij weer zorgen dat de huizen beter worden, dat er een leuke accommodatie komt voor de kinderen. En ja, zo sponsoren we eigenlijk gelijk het goede doel. Het lijkt even een leuke dagje circus, maar er zit eigenlijk heel veel aangekoppeld. Er zit heel veel aangekoppeld en we hopen dat we gewoon ook heel veel ophalen, zodat we ook daar gewoon iets moois kunnen neerzetten. Is er nog een idee om daar dan heen te gaan of ligt dat niet in het budget? Nou, dat ligt niet helemaal in het budget, dat is wel jammer. Dat zouden we op zich best wel willen. Maar het betrekt kinderen wel bij wat er buiten gebeurt en wat er in de wereld is. Ja, die mensen komen er vandaan, dus ze kunnen het zoveel beter vertellen wat daar leeft als dat wij dat zelf kunnen doen. Dus dat is mooi ervan. En wat vonden de kinderen er eigenlijk van? Tenminste, dat het ook allemaal aan elkaar gekoppeld is, dat ze dan ook wat leren over wat er in dit geval in Kenia gebeurt. Ja, dus vinden ze heel interessant en hun betrokkenheid is daardoor veel groter. En je kan het op school aan heel veel andere vakken ook koppelen. Je kan het aan rekenen koppelen, want je kan zeggen van nou, hoe ver is het hier vandaan? Wat zouden die mensen daar nodig hebben om van te leven en waar leven wij van? En dat maakt de betrokkenheid juist steeds groter, omdat je er een langere tijd mee bezig bent geweest. En dat merk je ook echt bij de kinderen? Ja, ze vinden het geweldig en ze hebben er zo verschrikkelijk naartoe geleefd. Nou, dat is denk ik ook wel te zien, want het is wel een heel leuk feest geworden. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Welcome to Mystery.